Even kijken, zoals het goed is, ben ik live en werkt alles weer. Een hele tijd geleden dat ik voor de laatste keer op Twitch live ben geweest. En vandaag gaan we gewoon beginnen lekker met een potje Call of Duty. En vervolgens gaan we voor een uur of vijf stoppen, denk ik. Tussen 4 en 5 uur ergens. En dan ga ik om 6 uur weer ongeveer live. Zo, ik ga eens even kijken. Public match. Find the match. Ik sta iets te hard. Even kijken, ietsje zachter. Zo, dit is een stuk beter, denk ik. Zo, even kijken. Bonus. Salvation, denk ik dan maar. Hij is trouwens dubbel XP, nice. Of Nuketown. Laat ik gewoon even beginnen met inspelen op Nuketown. Het is wel een leuke map om in te spelen. Creator Class. Even kijken trouwens op mijn sixpack. Dit is ook wel een nice aanbieding. En even kijken hoor. De contracten. Ik heb 10 headshots. Win 20 games. Oh joh, dat moet makkelijk te halen zijn toch? Win 20 games en get 50.000 score. Maar dan. Vond ik best wel mee, joh. Hoeveel heb je er nu? Ik heb er nu 25. Ah, nog 5 en dan kan ik weer een rare sub uit erop openen. Nuketown Hardpoint. Nou, ik ben benieuwd. Al echt een hele tijd geleden. Ik denk al bijna 2 weken geleden dat ik voor de laatste keer Call of Duty heb gespeeld. Dus ik ben echt benieuwd. Hopen dat ik nog een klein beetje iets van bak. En anders ga ik er gewoon iets van braden. Mag ook toch? Nou, let's go. Ik hoop trouwens dat de kwaliteit een beetje goed is. Want ik weet niet of mijn settings vandaag weer gaan kloten. Tenminste, pas geleden deze dat de hele tijd. We gaan vandaag spelen met... Even kijken. Laat ik eens gewoon voor de fun zeggen. De... Wezenpack? Farao? Farao. We pakken gewoon een farootje erbij. En ik ben heel benieuwd. Nou, eens kijken wat we ervan kunnen gaan bakken. Niemand. Eerste killers binnen. We hebben het huisje overgenomen. Nee, shit. Battlefield 1 is er inderdaad bij. Ik heb ook heel veel zin in. Ik heb er echt veel zin in. En welkom op de stream, Marcy Games. Hoe is je ermee, man? Hoppa, killertje erbij. Hier zo. Oh. Dan kom ik aan met mijn slechte aim. Ik kan echt niet long range aimen. Ik weet niet waarom. Maar daar heb ik altijd moeite mee. Misschien ooit meer Call of Duty spelen of zo? I don't know. Oh. Ja, die zit daar. Heel lelijk. Ja. Ah, shit. Ik moet terug. Ik moest terug. Niet terug was ik gegaan, was ik ook dood gegaan. Cool leren, hé. Ik heb pas geleden van iemand geleerd dat ik heel veel moet proberen te bewegen. Nog meer dan dat ik deed. Omdat ik dan een moeilijker doelwit ben. Maar om dan nog te schieten, dat kan bijna niet. Ah, met mij gaat hij ook wel lekker, joh. Kijk, mooi om te horen. En want op YouTube had ik pas geleden nou een probleem. Dus ik dacht van, nou, weet je wat? Dan gaan we vandaag weer lekker op Twitch. En ik wil nu eigenlijk ook weer wat vaster op Twitch waarschijnlijk gaan streamen uiteindelijk. Ik weet het nog steeds niet, joh. Ik vind het zo'n moeilijke keuze. Want het zijn twee perfecte platformen om op te streamen. Oh. Kijk, lekkere kills. Zou hij nu echt durven te komen? Shit! Even kijken. Ah, dat zijn easy kills. Oh. Ik hoor. Ja, shit, hé. Kom je achter mij aan? Oh, wacht. Ik klik altijd al op vierkantje. Veel te snel. 5 om 6. Allereerste potje van vandaag, ja. Dus. Klote rage. Oh, nice hardpoint. Gaan we hier lekker zitten. En dan gaan we wachten. Nee! Op Viandori, dat gaan we even niet doen, hè. Ik weet niet wat hij zich meende. Ah, verdorie. Ik moet één keer Rapid Fire op mijn Faro krijgen. Dan is hij pas chill. Marcy Games YouTube, thanks voor de host, man. Nee!
beter op de map kijken. Dacht ik heb van die. Hey, verdorie. Stond er ook nog eentje links van. Die had ik niet gezien. Ja, dat dacht ik hij. We gaan niet als een kip zonder kop daar rondspringen, jongen. Oh. Hey, hij zit hier sowieso. Nee, wat? Nee, weer andere kant. Hardpoint. We staan een beetje achter, jongens. Nee. Potverjandorie. Waar zijn ze nu? Rechts. Die kill? Oh nee, wordt hij gedacht. Ik ga gewoon lekker kijken, heb je zin om te typen? Achterkant toch ook, joh. Dat is helemaal niet erg. Allang jezelf dat je meekijkt. Hoppa, had... Ja? Er komt er nog één. Zo. Let maar op. 3, 2, 1. Oh. Killstealer. Ik was netjes aan het tellen. Oh. Lekker hoor. Waar is Jan? Ah, kut. Die zat erboven. Die hebben we. Maar ik ga nog redelijk. Nee, shit. 13, 15. Kan trouwens wel vele malen beter hoor. Oké. Kom maar op. Waar zitten ze nu? Nee! Heb ik me weer verkloot. Verdorie. Beetje zonde. We hebben mij keihard nodig. Of we hadden hem keihard nodig. Oh. Ah, ja. Lekker hoor. Farao, één van mijn favoriete wapentjes. Waar zitten die? Nee! Spant hij net in. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij niet meer zou inspannen daar. Ja, dat dacht je. Twickshotter. Oh. Ah, die moet ik gaan opletten. Nee. Ah, shit. Die pistool is ook nog nooit gezien. Wat? Ik spawn tegelijkertijd met de enemies in die base? Are you kidding me? Dat is niet zo chill. Oh. Nee. Ik zie niks. Nah, come on. Ik zit trouwens te denken om vanavond een remake van Call of Duty Modern Warfare te gaan spelen. Lijkt me ook wel chill, want ik heb hem al op de PlayStation staan. Dus ik zou hem al kunnen spelen. Nee! Verdorie. Goed eens. Komt hij aan? Of niet? Huh? Ja, dat dacht je. Ook die. Oh. Oh, teammate. Come on. Lekker. Nee, scheve aim. Maar hij is wel doodgelukkig. Holy damn. Wat? Die zit er keihard door de muur heen. Nee, kom. Eén voor in door de deur. Twee man past niet. Ik ben benieuwd hoor. Hoppa. Nee. Ah, shit. Moet meer op het hoofd gaan richten. Veel meer. Hij zit hier, hè? Of niet? Zou hij dood zijn? Ja, dus. Hij zat daar ooit. Laten we het daarop houden. Die hebben we wel. Er zit hier nog een... twee man binnen, denk ik. Hier rechts nu. Nu. Dan moet hij binnen zitten. Ouch.
Oh, opletten! Zit hij nu bij ons binnen? Ja, dus. Ik wou zeggen, dag voor die. Was ik tenminste niet van plan. Oké. Okay. Nee! Word ik genuifd. Yo Ruben, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. En hoe is je ermee? En natuurlijk ken ik je nog, man. Want jij kijkt ook altijd op mijn livestreams, toch? Op YouTube, tenminste keek jij het. Oh, last van mijn stem vandaag, niet normaal. Nee. Haha. Hoe zeg je, dat gaan we niet doen, hè? Hoppa, die had ik. Ja. Wou zeggen. En mijn vaste kijkers, die ken ik ook wel een beetje. Ik heb al gepraat met je op TS, dat zou trouwens zomaar kunnen. Oké, nice. Een shotgun hier binnen. Sowieso een shotgun. Waar? Achter ons? Komt-ie aan? Ah, nee, geen shotgun. Ik was even bang dat het een shotgun was. Ja, lekker handig, gast. Tijdens je 24 uur stream. Ja, dat klopt. Volgens mij. Nee. Oh, save my life. Hebben ze? Denk het. Ouch, au. Niet chill. Nou, ik kom daar wel even naartoe. Nee! Scheef er één. Wat? Ik spawn hier weer met de enemies, hè? What the heck? Why? Waarom doen ze me dat telkens aan? Nee, klote dinger. Is hij dood? Die is dood. Hij ook. Komt hij aan? Of toch niet? Nee, hij durft niet. Of hij is al dood. Kan ook. Ik denk dat hij dood was. Kom op. Oh, shit. Dat durf ik eigenlijk even niet te zeggen welke ik heb. Ik heb even kijken, hoe heet die? Volgens mij een andere, hoor. Nee, ik heb volgens mij een andere, maar ik durf niet te zeggen welke het is. Ik had vroeger wel ANK. Of ANKH-bot of zo. Maar dat is tegenwoordig een andere waar ik de chat mee regel. Oh, zo lucky was ik daar. En we gaan dit sowieso winnen. Dat is één ding wat zeker is. Ze moeten in één keer hele rare acties hebben. Ze komen nu van de andere kant. Hoppa. Killetje erbij. Sta ik positief? Ja, ik sta positief. Nice. Ah, leuk om te horen, man. Nou, ga even een glaasje drinken inschenken. Ik heb echt last van mijn stem. Hebben jullie dit niet met het weer? Ik heb het echt door het weer, joh, volgens mij. Ik vind trouwens die nieuwe update van Twitch ook wel nice. Ze hebben echt flinke best gedaan de laatste tijd.
Nice. Staat trouwens mijn microfoon niet af en toe te hard, dat je het hoort kraken ofzo? Want dat is nou natuurlijk ook niet de bedoeling. Mag je eigenlijk op je Martien spreken als je niet op je Minecraft server bent? Natuurlijk joh, hij is gewoon open. Binnenkort komen er ook nog andere launches. Nu heb je alleen Minecraft Survival, maar er komen ook nog andere. Kijk, level up. Hoeveel crypto keys heb ik? Heb ik er genoeg? 27? Volgens mij net niet. Ah, ik mis er eentje. Zonde. Kijk, dat is goed om te horen. Trouwens Ruben, heb je het al gehoord over ons nieuwe Minecraft project, wat we gaan doen? Nat type strikt? Hoe kom ik daar dan weer aan? Gewoon nat type strikt, heb ik nooit. Tot voor Jan Dori. Even kijken, die aan. En die. Oh, lol. Parootje er weer bij. En let's go. Ah, dan zou ik zeggen, check weer de laatste YouTube video maar eens. Daar heb je een hele updates video over een project. Dat heet GC Have Talent. En dat is een talentenjacht in Minecraft wat ik ga organiseren. Echt heel vet. Komt een keigroot theater wat we gaan bouwen. En dan... ook een rode knop hebben we. Dat heet de opblaasknop. Drie keer een jurylid aan de hendel is... dat is pech. Jij bent weg, laat ik het zo even zeggen. Dus ja, Wieling. Ik ga toch ook weer eens wat afwisseling. Ik denk dat ik gewoon af en toe op Twitch ga en af en toe op YouTube. Maar ik vond dat Twitch flink was veranderd. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, we gaan gewoon weer een keer op Twitch kijken. Oh shit. Wat is het IP van je server? Play.coldeaglecommunity.nl. Maar op zich, ze hebben een leuke update gedaan aan Twitch. What the heck? Dat ding dat killt me door de muren heen? Are you kidding me? Why? Why? Nee, zo niet chill. Dankie. We staan trouwens ook 13-0 achter. Ja, tuurlijk. mijn chat is een beetje aan een glitch af en toe. Ja, joh. Wat kan ik hier ooit tegen gaan beginnen? Helemaal niks. Ik ga ook echt 1 om 9, maar die andere gast in ons team die gaat 1 om 12. Maar er komt een spande in en hun hadden allemaal shit, joh. Oh. Be right back, ga even je video kijken. Is goed, man. Wauw. Je hebt allemaal nieuwe wapens of zo. Lijkt het maar. Ah, nee. Come on. Ik ga 2 om 12. Maar ja, kijk, weet je, het bewijst wel weer dat ik iemand ben die niet snel gaat rage quitten. Ik heb dat zo'n hekel aan. Oh, shit. Ik ga even een ander wapen pakken. Even een razorbackje zo meteen of zo. Ah, damn. Ze zijn wel vuil aan een glitchje, dat wel. Maar die... Ah, come on. Zou die er zitten of niet? Ik zou niet weten. Nou, easy peasy kills. Moet op een of andere manier die kills toch krijgen.
Maar het gaat niet helemaal zoals het zou moeten. Jammer genoeg. Oh, nee, nee! Kom op! Yo, ik weet niet hoe ik het ga uitspreken. Timer, denk ik. Welkom op de stream, als je erbij kijkt, hoe is je erbij? Nou, damn it. Ja. En nu? We worden hier gewoon echt afgemaakt. Nou, op naar voor een potje zou ik zeggen. Bij mij is hij helemaal lekker. Hoe is het met jou dan? Oh, damn. Een paar kills. Ik probeer hem mee te pakken. Zou chill zijn. Hoppa, killetje erbij. Even deze misschien ook even proberen te sprayen. Misschien dat er nog ergens iemand loopt die heel ongelukkig onder mijn bommetjes komt. Ook niet. Kijk. Nou, tot die 9 kills. Welke bot gebruik jij? Boah, dan moet ik even kijken hoor. Volgens mij is dat Phantom bot of zo. Volgens mij schrijft ongeveer zoiets, dacht ik. Dacht ik, dat weet ik niet zeker. Oh, graag gedaan, joh. Geen probleem. Nou, het volgende potje. Ben benieuwd. Ik ben vooral benieuwd of ik nu weer een potje opnieuw moet joinen of niet. Want ik heb dat echt de laatste tijd zo vaak. Ja, je hebt gelijk. Het is gewoon een groot aanbod aan bots wat je hebt. En ik gebruik deze sinds een tijdje. En ik vind hem zelf wel heel fijn. Je kunt er heel veel zelf in programmeren en zo. Dus, nou, let's go. 30 crypto keys. Zou vast zeker niks in zitten. Waarom wist ik dat er gewoon niks in zat? Omdat ik nooit iets krijg. Oh, wat een troep, jongens. Baba. Ze maken me eigenlijk altijd blij met een dode mus. Nou, weet je wat? We gaan even andere maps spelen. Find a match bonus op Solvation, de nieuwe maps. Nou, Citadelle. Het is de allereerste keer dat ik deze map speel. Heh, werd eens tijd. Ik heb hem vaak voorbij zien komen, maar ik heb hem nog nooit mogen spelen. En ik weet ook niet waarom niet. Het zou kunnen betekenen dat het geen leuke map is ofzo. Of heb ik hem wel al eens ooit gespeeld? Ik weet het al niet meer, volgens mij niet. Ik kom me zo vaak bekend voor. Wij gaan de KN44 erbij pakken. Richtertje erop. Dus kijken of ik er iets van kan maken. Nee! Ik ben al slecht. Ik zou zeggen gewoon de stable. Ik weet ook niet welke ik heb, maar ik ga ervan uit. Het stable is altijd goed. Dat betekent gewoon stabiel. Dus die andere, die night editie. Dat zijn de edities die ze wel eens 's nachts maken als ze zich vervelen. Dus dat zijn nog niet officieel geteste edities. Precies. En dan heb je even kijken. En de shorts, dat is meer voor mensen die zelf een bot willen maken, dacht ik. Dus persoonlijk zou ik kiezen voor stable. Oh, ik let ook echt gewoon niet op, jongen. Ik kan ook gewoon echt een Call of Duty spelen. Vanavond ga ik trouwens waarschijnlijk GTA of zo doen. Weet ik nog niet zeker.
Maar vanavond rond een uur of 6:30, 7 start ik weer opnieuw in stream. Pot van Jadori. Laat me schrikken. Schrik me daar plezier, joh. Oh! Ah, dat is het enige probleem van die KN. Hij is de sloom af en toe. Maar dat komt nog goed. Ik moet nog even levelen. Maar ja, dan is het eigenlijk te laat. Want volgende maand is de nieuwe Call of Duty alweer uit. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb de Modern Warfare remake. Die heb ik al zelfs op mijn PlayStation staan. En het is, ik kan zeggen, hij is erg vet. Hij is erg vet. Ja, moeten wij dan A gaan pakken of zo? Kom op! Ha, ik heb hem. Ik wou zeggen, nu wil ik hem ook killen ook. Nee! Hij camper! Ah, shit, hé! Yo, is goed, man! En veel succes met het installeren van de bot! Ja, dat had hij gewild. Nee, we hebben ook nog verloren. Net. Zonde. Deze terug. Die. En die. Nee, nu ben ik de chat kwijt. Dammit. Even kijken. Terug. Kijk in deze. Pop out. Zo, even kijken. Micro. Dat is wel een leuke map. Hij is level 11 en hij moet level 18 worden. Oké, nou dat komt goed. Dit is ook zo'n vette camo. Huh? Wat is er dan extra nieuw? Oh, wacht, deze. Maar die moet je allemaal kopen natuurlijk. Ik zeg, doe mij maar deze camo. Is wel vet. Nou, ben benieuwd. En dan gaan we doen even kijken. De KN44 erbij pakken. En dan let's go. Kan ik tenminste een beetje gaan long range. Hoewel op Call of Duty Black Ops 3 zijn en blijven de submachine guns toch de beste wapens. Kill 1. Nee! Ah, ik heb wel 2 kills. Verdorie. Ja, hoe ga ik het dan aanpakken? Even kijken. We moeten het nou natuurlijk even slim gaan aanpakken. Zie hem daar zitten zo van...
Je kunt me toch niet pakken vanuit daar. Dus wel. Kippetje erbij. Nee! Moet ik weer loaden? En als je dan geen fast mag hebt, dan duurt het een eeuwigheid. Oepsie. Ah, nee. Ik dacht dat er zo'n rood ding stond. Blijkbaar niet. Of je was net op tijd weg of zo. Dat kan ook. Wat de heck is dan die gast aan het doen, joh? Ik wou zeggen, hij kijkt toch helemaal niet uit zijn doppen? Easy peasy kills. Oh, dit wordt ook grappig. Nu zit ik hier bovenop. En ze komen allemaal hier langs. Nou, laten we komen. Oh, zij geeft me die extra puntjes dan ook maar meteen mee. Oh, hij staat op zo'n lelijke locatie vast ook. Ideaal. Waarschijnlijk komen ze daar via links, maar dan zien ze mij hier niet staan. En dan kan ik ze gewoon via de achterkant weer pakken. Oh, auto. Doeg. Lothusty. Ik wou zeggen, er staat er één. Doeg. Volgende. Nee. Ze zeggen, laat het maar weer komen. Ik ben er klaar voor. Ik sta klaar. Ik sta gericht. Maar nu komt hij waarschijnlijk niet meer. Oh wel, er komt iets aan. Er komt iets aan. Komt ie? Nee! Ah, shit. Lorenzo, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Nou, ik ga wel 11 om 3. Lekker. Mooie score. Oh, er zit er hier een, hè? Weet je wat we doen? We doen gewoon dit. Boom. Hoppa. Nee! Damn. Ik zag hem te laat. Ik dacht dat hij verder weg stond. En ze willen het elke keer weer proberen, maar ja, ze komen daar gewoon bijna niet weg. Het is ook een rotlocatie, hoor. En het is sowieso een vervelende map voor deze game mode. Hoewel, als je moet verdedigen, is het een hele leuke map. Want ja, verdedigen is super makkelijk hierop. Ah, nee! Waarom draait hij trouwens die eerste andere kant op, potverjandori? Hij had ons in de smiezen. Nee! Hey Anne, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Dat is alweer trouwens een lange tijd geleden, joh. Gezellig. Oh, double kill. GG, wel dom. Nee, grenade. Oh nee, als die XD. Ik dacht eerst dat het een grenade was, maar het was het niet. Oh. En we hebben een volger erbij. Even kijken. Benny Bob, thanks voor de follow. En welkom bij GC, man. Come on! Ah, 25 assistje. Is niet verkeerd. Punten zijn punten. Hoppa. Oh, hier kan ik zo'n mooie streak halen. Als ik het goed aanpak en niet doodga. Hop, dus 1. 2. Kom er eens terug, joh. Verdorie. Ik kan hem niet. Zonde. Misschien dat ik zoiets raak nog. Nee, we hebben zijn... Nee, ook niet verloren. De laatste 10 seconden. Op mijn bij gaat hij ook wel lekker. Alleen last van mijn stem al een paar dagen. Maar dat komt wel weer goed. Genoeg drinken, zegt men altijd. En ik heb goed nieuws, Anne. Ik kom weer wat vaker op Twitch live. Ik heb tegenwoordig namelijk gezegd dat ik dat spel Mindtopia een beetje links ga laten liggen. En dat ik vaker gewoon een avondje lekker gezellig wil livestreamen. Vind ik veel leuker dan alleen maar Mindtopia spelen. Ook voor jullie veel gezelliger. Dus ik kom weer eens wel vaker live. Ongeveer 2 à 3 keer in de week ga ik proberen. Maar minimaal 1 keer in het weekend.
Dat moet eigenlijk wel haalbaar zijn voor mij. Ik ben getagd ofzo. Niet door wat. Ze komen achter ons. Ze zijn weg. Go, 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 go. Oh, opletten. Nee, hij ligt er. Als je last hebt van je keel, moet je warme melk met honing drinken. Dat is eigenlijk een hele goede tip. Alleen ik heb geen melk in huis. Maar ik kan daar ook wel lekker een kopje thee zetten met honing, inderdaad. Dat is een hele goede tip. Oké. Nou. Wachten, wachten, wachten. En dat is het. Nee. Jammer, 1913. Ik begon echt super goed. Maar ja, het moet ik wel toegeven. Het was wel een beetje op een camp manier. Maar ja, ik had ook geen andere optie. Oh. Weet je, nu ga ik een... de HG40 toch eens even testen. Het is niet de beste wapen wat ik heb, maar misschien kunnen we er iets mee. Ga ik ook proberen. Het is eigenlijk de bedoeling dat we hem even uitschakelen. En nu moeten we gassen. Ah, damn. Er staat een sniper. Er staat een sniper bij nu. Dus nu moeten we oppassen. Maar dat kunnen we wel. Kijk, hij staat daar boven, zie je? Hoppa, boom. Pak die maar even aan, snipey. Hoppa, die hadden we. Maar zal ik dus in C4 of C4 liggen? C4. Oh. Kijk, lekker. Kom op, geef me die 25 puntjes. Sammo, welkom op de stream. Ik zag dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Geef me 25 punten. Eerder kom ik hier niet weg, jongens. Nog 15. Come on. Dan heb ik mijn care package. Nog 10 of 5. En dan ben ik happy. Nog 5 puntjes. You can do it. Shit, ze hebben me getagd. Ik durf te wedden dat ik gewoon nu dood ga. Dat heb ik altijd op dit soort momenten. Dit is echt irritant, dit. Want ik weet, ik heb zo weinig punten nodig. Maar ik heb ze wel nodig, die punten. Yes! Ik heb hem. Hoppa, kijk. Zo wou ik het zien. Die robot is er wel bijna. We hebben nog een stukje te gaan. Dus dat komt helemaal goed. Ik zie trouwens dat hij nu rebooting is, dus... Laat ik even mijn carepackjes pakken. Misschien zit er iets handigs in. Go, 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 go. Schiet eens op. Kom ik wel hebben. Come on. Het zou erin zitten, joh. Een counter UV. Hebben we eigenlijk heel weinig aan. Maar... Kijk, nu weten ze niet vanuit welke kant we komen. Dat is het leuke. Nee, ja, shit, iets achter me. Zonde. Ik dacht echt van, dan gaan we dit sneaky aanpakken, maar het was niet zo sneaky als dat ik dacht. Ja, joh, rustje, dat kan ook niet. Wat daar boven zit hij, hè? Nou, ze hebben gewonnen, helaas. Niks aan te veranderen meer. Zonde dit, hè. Echt zonde. Het ging echt in het begin zo goed, maar ja, soms heb je dat. En toch moet ik ook zeggen dat de HG40 toch wel weer iets beter is geworden. Daar lijkt het voor mijn gevoel op. Maar ik heb ook heel lang geen Call of Duty meer gespeeld.
Ja, maar ja, dat is ook wel met deze game mode, hè? Betty Bob, het is echt, als je dat kijkt... Verdedigen is gewoon campen. Hetzelfde eigenlijk als je het vergelijkt met Rainbow Six, is het ook als je moet verdedigen, moet je gaan campen. Hoewel, ik kan het dan zelf nooit zo goed, maar bij Rainbow Six campen kijk ik ook nooit. Wat ik eigenlijk altijd doe is naar buiten lopen, laat ik de tegenstanders naar binnen komen en dan vervolgens eens backreep ik ze. Mr. Gamekiller, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Zo. Refreshen. En die daarvoor halen. Je bakt er niks van. Ja, dat klopt. Ik bak er ook heel weinig van. Maar dat maakt niks uit. Het gaat me vooral om de fun. Hoewel, ik had niet een heel slecht potje, toch? Ik weet nog niet meer. Hoeveel ging ik? 27 op 19. Nou. Ik vind het netjes. Wil je Nuketown spelen? Ja joh, als jij Nuketown wilt zien, dan gaan we naar Nuketown. King Gino, welkom op de stream, man. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Nou, dan pak wel even de Kuda erbij. Dan gaan we ook even voor de hart op ook. Oké. Kan ik even een half uurtje meedoen? Ja, als jij mee wilt doen, mag altijd. Dan moet je mij even toevoegen op de PlayStation. Oh shit. Ah, het begint al meteen slecht. Misschien toch dat ik daar op mijn VP moet gaan spelen ofzo. Ook wel een heel fijn wapen. Maar het kan ook zijn dat ik even VP erbij. VP. Wat eigenlijk gewoon geen logic is. Want de VP is eigenlijk in principe... minder goed, dacht ik, dan de CUDA. Maar dat weet ik even niet zeker, hoor. Hoppa. Ah, shit. Stond er nog één. Kom op, jongens. Pak die hardpoint. Lekker. Nee. Nee, via rechts! Shit! Ik moest haar laden. Ah, dat wordt weer niks. We hebben 3 kills. Nee! Daar heb ik van die. Ah, jammer. Ik moet hier even een externe mech op gaan zetten, hier op die VMP. Want dan kom ik gewoon kogels tekort. Shit, hé. Oké, dus de Kuda is over het algemeen een beter wapen dan. Ik zeg 2, daar ben ik ook best wel lekker mee normaal. Oké. Waarom staat hier verdomme een silencer op? Dus wanneer speel ik met een silencer op een wapen? Dat heb ik nooit gedaan. Ah nee, zie ze daarboven dan staan. Nee, dat gaat hem niet worden met een silencer. Manowar. Die staat nog wel goed, denk ik. Heb ik dat ooit getest dan om een silencer op zo'n wapen te zetten? Een beetje apart voor mij, maar... Zou kunnen. Ik vind de Manowar ook zo lekker schieten. Ah shit. Maar ik vind Nuketown altijd zo open en zo chaos. Je kunt er echt gewoon niet bij houden. Misschien is de Man of War ook geen goede optie, hoor.
Maar hij killt wel snel, dat wel weer. Ah nee, weer achter mij. Hoppa, dubbele kill erbij. Kijk, dit is een stuk beter. Kom eens nu via deze kant dadelijk. Ik heb zo'n idee dat ze hier zo gaan spawnen, maar ik weet niet. Oh, hij is dood. Bondenkletters geven dat ik ben. Oké, nice. En nu deze. Nee, blaas ik mezelf. Oh nee, dat was iemand anders. Ik wou zeggen, blaas ik nu echt mezelf op? Nee. Oh, shit. Ben ik aan het prutsen. Nice. Oh. Lekker. Ze hebben 10 cryptokies erbij. Hoppa. Kijk, dit is echt zo'n long range wapen, joh. Zo chill. Kom op. Nee. Nee. What the heck. En dan heb je dus weer inderdaad... moet je echt met dit wapen moet je niet gaan rushen of zo. Want echt op de short range dingen... Oh shit. Daar zitten er... Oh, damn. Hij saved mijn leven. Kom op, nu moeten we even het hardpoint houden. We can do it. Het gaat tot nu toe nog goed. Ik kom er via achter, denk ik. Nee. Nee. Ja, wel dus. Jongens, dan moeten we helemaal op dat hardpoint gaan zitten, potverdorie. Want met Uppie ga ik het nooit redden. Nu even via deze kant komen. Gewoon via de deur. Maar dat zou wel niet. Ik zag ze net nog op de radar of op de map. Achter ons. Maar wat is nu echt het beste wapen? Wat gewoon echt heel makkelijk wegspeelt. Voor elke speler. Welk wapen kan ik dan het beste gebruiken? Want zo'n wapen heb ik eigenlijk een keer nodig. Kijk, ze hebben weer heel wat puntjes teruggepakt. Vind ik wel mooi. Nee! Ik wou zeggen, niet door een kwaliteit. Nee, oh. Pew. Nou, kom maar naar binnen, zou ik zeggen. Ik weet niet waar ze zitten, hoor. Maar ik zie maar wat. Kijk, nice. En nu moeten we hem nog even een paar keer houden. En dan kunnen we winnen. En we staan achter, I know. Nee, come on. Mijn Man of War is niet bedoeld tegen grote gevechten, joh. Komt er weer eentje bij. We gaan nu 1924 niet beroerd slecht, maar het kan beter natuurlijk. Nee. Even de capture proberen te pakken. Kom op, jongens. Zonder capture hebben we helemaal niks. We moeten hem houden. Hoe dan ook. Blijf lopen. Kijk, mooi. Ik heb pas geleden geleerd van iemand dat ik moest blijven lopen. Dus dat ga ik ook voortaan doen. Niet stilstaan, want dan ben je een makkelijke doelwit. Dus blijven bewegen of zo was het. En dan proberen ook nog raak te schieten. Maar ja, dat is logisch. Als je niet raak schiet, dan heb je helemaal niks. Oké, kom op jongens. We zijn dichtbij. Nog maar 20 puntjes van hun verwijderd. We can do it. Please. Nee. Scheve doedel dat ik ben. Smoke grenade. We komen nu echt in de buurt van hun. Eindelijk. Hoppa. Hartstikke idee. Waar is hij nu? Nadeel van rook.
Je ziet de tegenstanders niet meer. Oh, nice. You get him. Ah, nog 7 puntjes verwijderd. Nog 6. Kom op, jongens. Nee. De Vespa. Ja, dat is ook wel een chill wapen. Daar speel ik vroeger altijd mee. Hoppa, hartstikke nee. Ah, nee. Toen moest ik herladen. Verdorie, zonde. Hé, hey, we staan voor. We staan voor. Mooi. Dat is wel nice dat we nu voor staan. Maar van welke kant gaan ze nu komen? Dat wil ik eigenlijk heel graag weten. In de vierde... Ah, nee. Shit, hé. De rechterkant. Damn it. Nou, even gaan rushen op die hardpoint. Even naar binnen rushen. Up, smoke. Nou, nu denken ze natuurlijk dat we... Oh, 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 oh. Via deze kant komen. Maar we komen als die prijs eventjes van de andere kant, toch? Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Nou, dit was smoke. Ah, de shit. Ik ben jullie, dat wisten jullie al. Welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is je erbij? Ah, dit kon wel eens goed gaan aflopen zo. Oh, nee. Ik ben eet. Nee, 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 nee. Kom op, jongen. Wat? Zie ze hier allemaal weer boven zitten? Dan met snipers, met alles. Wauw, je moest ze daar eens zien zitten met z'n allen, joh. Zo, de kletters. Die Drentse streamer, thanks voor de follow, welkom bij GC, man. Oké, okay, nice. Kijk, nice. Dan gaan we winnen. Nog even doorzetten. En dan is de winst voor ons. En ik moet 20 winst nog hebben. Dus komt helemaal goed. Ik heb volgens mij morgen ook nog. Dus ik denk dat ik maar weer eens even volop Call of Duty ga spelen. Wel makkelijk om zo'n legendary kist te krijgen. Of hoe ze ook heten. Kijk, op naar de andere hardpoint. 12 puntjes te gaan. Hoppa. Waarom mag ik die niet inzetten dan? Ik wou gewoon verdorie die inzetten. Ja, die. Kom op, jongens. Laatste 12 puntjes. Sprayen wat we kunnen sprayen. En wie weet maken we nog ergens een kill. Ik zou het echt niet weten, want ik zie echt helemaal niks meer. En we hebben gewonnen. Nice. Wauw, dat klopt ook niet echt, hè? Je hebt gevolg, maar je krijgt plus 0 golden. Maar wat krijg je? Golden? What the heck? Golden? Er staat iets niet goed volgens mij in mijn bordje. En als er nog mensen mee willen toevoegen, dat kan altijd. Dit is mijn PSM. Even kijken, als het goed is, staat het zo. Ja, dat is mijn PlayStation Network ID. Dus ik zou zeggen, voeg me gewoon toe. En ik voeg je naar de stream of accepteer ik jullie. En we gaan nog ongeveer tot 4 uur door, denk ik. En dan om 6 uur ben ik weer terug live. En dan ga ik, denk ik, GTA doen. Heb je mij al in je vriendenlijst? Anders accept ik je even. Even kijken, heb ik iets binnengekregen? Nee, ik heb nog niks binnengekregen. Dan moet je me even toe gaan voegen. Maar komt het helemaal goed? Oh, 21 crypto keys alweer. Nice, nog 10 te gaan dan. Ik kan weer een kistje openen. Ik heb trouwens nog 2 dagen voor die 20 games te winnen. Dat moet haalbaar zijn. Dus gewoon even flink doorspelen en dan komt het helemaal goed. En dan ga ik... Oh, weet je wat? Dan wacht ik heel even op jou, joh. Komt helemaal goed.
Ga ik in de tussentijd even een Vesperklas aanmaken. En die vervangen we met de Gordon, of de Gorgon. Oh, ja, dit is trouwens geen Gordon. Gordon is een zanger. Even kijken. De Vesper is een assault rifle. Toch? Nee, een submachine. En dan, die heb ik al level back, zoals jullie kunnen zien. Hier heb ik toen echt een no-life, jongen. Dat was echt mijn wapen. Dat vond ik echt zo'n fijn wapen altijd. Dan ben ik even aan het denken welke camo mooi is erop. Laat ik gewoon zeggen deze. En dan gaan we gewoon een kill counter erop zetten. Hoeveel kills heb ik er trouwens al mee gemaakt? Genoeg volgens mij. Toevoegen aan je vrienden. Nou, ik zou zeggen, let's join en dan komt het helemaal goed. En Joost Pruisie, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee, man? Oké, jongens, wat moet ik op dit wapen gaan zetten? Sowieso rapid fire, denk ik. Ik zou het niet weten, joh. Help me eens mee. Wat gaan we op dit wapen zetten? We beginnen met een stokje. Ik denk een stokje. Extended mag. Fast mag. Extended mag lijkt me ook heel erg handig. Dan zetten we erop een gripje, hoor ik hier. En wat nog meer. Nou, nu ben ik even aan het twijfelen, hoor. Zou ik FMG? Nee, FMG toch niet. Rapid fire, dan schiet hij nog sneller, hè. Maar hij schiet al snel. Dus ik weet niet of dat handig is. Eigenlijk is het een verspilling van een attachment. Maar bij mij gaat hij op zich ook wel lekker. Alleen een beetje last van mijn stem, joh. Als ik praat of zo. Echt heel apart, maar... Ja, ik heb je wel geaccepteerd, man. Oh, Struisie, je hebt ook al citroenrank, zie ik. Trouwens, Struisie, wij moeten ook eens één keer gaan gamen, joh. Dat is al zo lang geleden. En quick draw. Oké, nice. Nou, even kijken. Kunnen we nog iets modifyen van deze dingen? Want ik hou van modifyen. Nee, dus helaas. En dan neem ik mee als perk 2. Als scavenger, maar dat kan ik nog niet meenemen. Oké, dan neem ik gewoon mee engineer. Komt helemaal goed. Nou, je kunt me joinen, zou ik zeggen. En dan ben ik er helemaal klaar voor. En dan gaan we een potje spelen. Heb ik trouwens hier nog andere leuke dingen of zo? Oh, weet je wat ik trouwens even ga doen, hè? Ik neem deze niet mee. Ik neem dit mee. Ik neem hun bokshandschoenen mee, denk ik. Ik vind mijn bokshandschoenen veel leuker. We gaan gewoon boksen in Call of Duty. Zo. Ja, deze. Nou, je bent gejoined zo te zien. Bonus. Newtown. Nee, dat doe ik niet aan. Ik heb gewoon GC. Staat voor ons, dus... een beetje apart als ik nu een andere clantech ga doen. En voor degenen die het trouwens willen weten... Aankomende donderdagavond... rond een uur of 9 zou het pas zijn... Ga ik de PlayStation Virtual Reality streamen met de... Met hoe heet dat spel ook weer eens? Dat horrorspel in de spookhuis. Met Until Dawn. Dus als jullie een hele vette gameplay willen zien... Met de nieuwe PlayStation Virtual Reality bril... Check sowieso donderdagavond... Om rond een uur of 8-9 probeer ik weer thuis te zijn. En dan ga ik dus de PlayStation VR uittesten met dat spel. En ik heb er echt heel veel zin in. En verder zullen er ook wel regelmatig een streampje komen vanuit de VR. Nou, tenminste, dat stond bij mij wel in de planning. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat zijn. Daarnaast ga ik af en toe wat vaker proberen live te zijn. Ook in de weekenden, bijvoorbeeld een middagje en een avond. Maar dat doe ik gewoon twee sets van 2 uur. Of smiddags 2 uur, s'avonds 4 uur of zo. I don't know. Maar zo'n dingen wil ik daar gaan doen, zodat ik weer iets meer live kan zijn. De schema die past nog steeds, of die klopt niet helemaal, die op mijn kanaal staat. Die moet nog worden veranderd, maar dat komt binnenkort goed. Oh, ik heb al 1300 kills met het wapen. Nice. Dat is ook echt zo'n klote wapen eigenlijk voor tegenstanders. En hij is ook zo leeg, by the way. Nou, oké, okay, let's go. Concentration mode on. En kills maken.
Hierboven zitten ze toch sowieso. Oh. Er zat niemand meer. Oh, shit. Ah, nee. Come on. Dat is flauw. Ik heb hier een auto dood, hè. Heb ik zo vaak. Nuketown. Twee kills. Ah, shit. Die derde had ik ook moeten pakken. Oh, zou ik eens gewoon proberen om boven de 50 kills te droppen? Dat moet ik gelukkig bij de Vesper in mijn handen. Op hoeveel kills zouden die? 5 al. Dus ja, joh, die 50 moet haalbaar zijn. Als we een beetje gewoon goed aanpakken. Goed blijven rushen. Ik wil weer eens één keer die 50 plus halen. Die heb ik al zo lang niet meer gehaald, hè. Oh. Ah, dat was slecht. Ik had ze beide moeten hebben. Zo simpel is het. Ik ga nu trouwens niet voor de hardpoint, want dat doen mijn teammates al. Dus daar hebben ze mij niet meer bij nodig, goed te zien. Hoppa, kindertje bij. Is helemaal niet erg, joh. Was gezellig dat je erbij was. Ik zou zeggen, heel veel succes met leren. En tot een volgende keer. Vanavond om 6 uur ben ik weer live. Maar dan waarschijnlijk met GTA 5. Als er nog mensen gezellig missies mee willen doen. Of gezellig een race mee willen doen. Ik zou zeggen, kom dan straks om 6 uur weer lekker meekijken. Dammit. Nee! Damn. Slecht voorbij. Nou, dit gaat goed. Weet je wat zo leuk is van die Vesper? Hij is snel, hij is recht, hij is alles. Hij is beast. Hij is gewoon beast mode on. Nee! Ha, nee! Die zag me al aankomen daar. Maar we gaan wel lekker. 12 om 10. Maar die 50 plus die gaan we sowieso niet halen. Ik wil eigenlijk ooit eens mijn doel om in een Call of Duty 100 plus kills te halen. Maar ik denk dat mij voorlopig nog niet gaat lukken. Dan zou ik toch echt beter Call of Duty moeten gaan spelen. Dus een rechtere aim hebben, beter opletten en dat soort dingen. Killetje erbij. Weet je wel, ik ga gewoon even boksen met mijn handschoenen, joh. Nee! I'm a burning man. Nee, joh. Staan ze daar te campen. Met de snipertjes. Kijk, mooi. Die zijn dood. Boom! Nee, ik had bijna. Blijft dat wel hilarisch, joh. Waar is hij gebleven? Zou hij boven zijn? Nu? Hij moet hier ergens zijn, hoor. Damn it! Hoppa, bullseye. Nee! Dat was ik weer. Nee. Ah, shit, hé. Ik miste ze beide. Ik had er meer kills kunnen halen. Zonde. Boom. Ha, ik miste hem ook nog eerst. Nee. Ah, shit. Ik weet het. Waarom zag ik trouwens die granaat niet? What the heck? Ik dacht dat je het altijd zag als er een granaat op je afkwam. Ik zie niks. Ah, shit, hé, weer een granaat. Nou,
Nou, weet je wat? Ik ga wel weer met mijn wapen spelen, joh. Ik kan helemaal niks neerkrijgen met mijn handschoenen aan. Achter ons. Is hij weg? Hij is weg. Zullen ze hier nog spawnen? Nee, ja. Nah, shit. Ik dacht, die ziet me niet. Hij zag me wel, helaas. Kom op. Nee. Nee, weer bij de C4, joh. Oh, er zijn de hele tijd C4's wel een beetje gooien. Wat voor de oorzie. Wat is dit dan voor wapen? Hij is alweer weg. Nee. Ah, shit. Ik zie trouwens dat dit ook het laatste potje voor vandaag is. En dan ga ik ermee kappen. En dan ben ik vervolgens morgen, ben ik, of morgen, wat zeggen we nu? Vandaag om 6 uur ben ik dan weer terug. Maar dan gaan we GTA doen. Bam! Oh, dat was ook wel lucky, joh. Dat was een lucky shot, laat ik het zo zeggen. Of een lucky map was het meer, want ik sloeg hem neer. Kom hier via boven, of niet? Dan weet ik ook niet waar ze zitten. Dus ik weet niet of er nu al iemand zegt van ik kom vanavond weer gezellig kijken bij OE GTA. Of ik kom misschien zelfs gezellig meedoen. Kan allemaal. Dus wie komt er straks meekijken of zelfs meedoen? Ik ben benieuwd. Ik wil de last kill dadelijk maken met dit ding. Ah, is nice, man. Gaat hij daar trouwens weer opnieuw proberen? Voilà. Dat was ook een easy peasy kill. Okay, ik moet gewoon niet te veel willen kloten met die boxhandschoenen. Ah shit, die zag ik niet. Maar het zou gezellig zijn als je mee kon doen. Nee. Verdorie. Zonder dit weer. Nee. Wat, hij spawnde achter mij? Wat? Logic. Ah shit, die zag ik niet. Zou er nog eentje aankomen? Nee, nu zit ze echt ons te spawn killen. Dammit. Weet je wat ik me nu afvraag? Aan welke kant spawnen ze? Want ik kan het niet meer zien. Het zien aan die kant. Nee, wel bij ons. Wat hebben we een UV aan staan dat hij wist dat ik daar zat of zo? Wat? Wist die gast dat? Are you kidding me? Nee. Maar ik heb van niet. Nee, shit. Rip. Wordt niks, joh, dit laatste potje. 28. Oh, nee, die had ik nog kunnen hebben. We hebben wel een winst weer op onze naam staat. Dat is wel weer mooi. En dan zou ik zeggen, hopelijk vonden jullie deze livestream weer leuk. En zie ik jullie straks weer terug bij een nieuwe livestream natuurlijk. Vanavond om 6 uur GTA 5. En dan gaan we gewoon wat missies doen. Wat races en dat soort dingen. Gaat weer gezellig worden. Ik zou zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Of livestream bedoel ik. En dan zou ik zeggen tot hopelijk snel bij een nieuwe livestream. Hier natuurlijk op dit kanaal.